Hoe denk jij eigenlijk over groen als medicijn? Ja, het is meer een gevoel dat ik denk dat bezig zijn met groen en bezig zijn met je handen, dat dat goed is. En we gaan in samenwerking met de VU, Jolande Maas en ook de Universiteit Groningen, gaan we dat volgend jaar gaan we dat ook onderzoeken. Wat groenbeleving, wat licht, wat bezig zijn met tuin, wat dat betekent voor patiënten. Dus dat wordt een mooie samenwerking met de VU en met de Universiteit Groningen. Ja, dus jij hebt het gevoel wel, maar je wilt het ook graag onderbouwen, ook nog met cijfers. We willen dat onderbouwen en daar zijn andere onderzoekers veel beter in dan ik. Dus dat gaan we volgend jaar op poten zetten. Ja, dankjewel. Jo.